Reeds na 7 van de op 10 partijen bepaalde schaak-2-kamp om het kampioenschap van Nederland heeft de 54-jarige oud-wereldkampioen en uitdager Dr. Max Euwe een beslissende voorsprong van 5,5 tegen 1,5 punt behaald op zijn 28-jarige tegenstander Jan-Hein Donner. Het toernooi dat in Den Haag gespeeld wordt is gisteravond beslist doordat Dr. Euwe ook de 7e partij won. De voorbereiding tot de strijd heeft in Den Huize Euwe tot onverwachte consequenties geleid. Hierover verhaalt u de dochter van dokter Euwe, Caroline. Ze hebben het wel druk hier in Den Haag. De dagelijkse omgeving waarin mijn vader zich pleegt voor te bereiden op wedstrijden ziet er aanmerkelijk rustiger uit. Rustig, daar staat het een en ander op zijn kop. Omdat we al die drukte om een onnozel schaakspelletje zo'n onzin vonden, hebben we uit reactie maar wat dingen op hun kop gezet. Als we boven zagen hangen, hebben we besloten dat zo met de late, als hij van Donner mocht verliezen. Dat winnen van Donner zou overigens een ramp betekenen. Want hij heeft aangekondigd dat hij dan in de rechten van mijn vader zal treden en al onze dierbare meubelstukken, die hij afschuwelijk vindt, naar buiten zal laten takelen. Toch hebben we niet alles op zijn kop gezet. De eindstand van de partij waarmee mijn vader in 1935 het wereldkampioenschap op Aljegen veroverde, hebben wij in ere gehouden. Even over 7 uur werd vanavond in de 8e partij tot remise besloten bij de 16e set, waardoor de stand 6-2 voor Euwe geworden is. In Den Huize Euwe is inmiddels alles op zijn pootjes terechtgekomen. Deze dagen is het nieuwe Duitse leger van stapel gelopen. De eerste vrijwilligers voor leger, luchtmacht en marine komen de kazernes binnen in Andernach, Nürvenich en Wilhelmshaven. Hier in Andernach worden de toekomstige instructeurs voor het tankwapen op hun nieuwe taak voorbereid. De beruchte Pruisische geest heeft men volledig willen uitbannen. De recruten worden welkom geheten met mijne heren en het nieuwe, meer in democratische geest gestelde oproepbericht is met hoogachtend von Radowitz ondertekend. De uniform is van veel franje ontdaan. Vanavond, de vooravond van Drie Koningen, gaan vooral in het zuiden van ons land jongens en meisjes langs de huizen verkleed als de drie koningen uit het kerstverhaal. In Tilburg is dit gebruik uitgegroeid tot een grote Drie Koningen optocht die daar morgenavond door de stad zal trekken. De kinderen maken uit oude lappen zelf de kostuums en natuurlijk worden ook de gezichten vakkundig beschilderd, want in de optocht zelf voeren ze een kerstspel op. Morgenavond zal in Tilburg voor het eerst een echte herder met een kudde van 65 schapen in de stoet meelopen.
IJmuiden is het nieuwe jaar begonnen met een staking, waardoor 26 van de 30 IJmuidense treiders zijn komen stil te liggen. De overige vier waren nog op zee. 250 van de 450 IJmuidense vissers hebben dinsdag tot staking besloten op een vergadering belegd door een niet erkende organisatie, het Onafhankelijke Vakverbond. Het strijdpunt, dat is met de klompen aan te voelen, is een kwestie van loon en verdere arbeidsvoorwaarden. De door de reders wel erkende vakorganisatie de Centrale voor Zeevarenden zou de staking gaande beëindigd zien, maar een definitieve oplossing wordt niet voor zaterdag verwacht. Meer dan 4000 kinderen en volwassenen trokken deze week beladen met kerstbomen door de straten van het Amsterdamse Nieuw-West. Ze gingen naar het Bos- en Lommerplein om er daar de brand in te steken. Deze kerstbomenbrand werd, evenals vorige jaren, georganiseerd door de Amsterdamse wijkcentra om een einde te maken aan de niet ongevaarlijke kerstboombrandjes die links en rechts op straat door de jeugd werden veroorzaakt. Het Amsterdamse voorbeeld is inmiddels op andere plaatsen in ons land nagevolgd. De georganiseerde fikkies zijn overal een dubbel succes. De dennenbomen worden op een veilige manier opgeruimd en jong en oud beleeft er groot plezier aan. In Amerika woont een bejaarde dame die haar inkomsten verkrijgt door de exploitatie van enkele oliebronnen in haar achtertuintje. Sedert haar echtgenoot 26 jaar geleden overleed, heeft de 81-jarige mevrouw Carrie James uit Los Angeles met de opbrengst uit deze bronnen in haar levensonderhoud kunnen voorzien. Het olieveldje levert niet meer dan 5 vaten per dag op, maar daar heeft ze genoeg aan. Mevrouw James zelf zorgt geheel alleen voor de onderhoud van de outillage. En, zo zegt zij, de olie heeft me nog nooit in de steek gelaten. Een vrachtauto van een plaatselijke raffinaderij doet de tuin regelmatig aan om de olie mee te nemen. Als de olie ingeladen is, schrijft de chauffeur een ontvangstbewijs uit voor de 81-jarige olieslimme weduwe met haar unieke broodwinning. Ieder jaar speelt zich in de straten van Pamplona in Noord-Spanje een van de merkwaardigste sportevenementen ter wereld af, namelijk het opdrijven van jonge stieren naar de arena. Deze sport is niet van gevaar ontbloot, want de horens kunnen lelijk aankomen. Toch beschouwt iedereen de jacht als een leuk verzetje. Het is moeilijk te zeggen wie meer plezier heeft, de menigte die de stier nazit of de stier die op zijn belagers losstormt. Het Nederlandse studentenorkest trok vanmiddag Bergen binnen. De feestelijke intocht geschiedde per jeeptrein, waarmee men door een papieren muur reed. Het orkest zal zich hier 14 dagen lang voorbereiden op de jaarlijkse tournee ten bate van het studentensanatorium in Laren. Burgemeester Huygens overhandigde een zilveren vioolsleutel als teken van welkom.
voorzitter Oosterzee bood namens het orkest een gedenksteen aan voor de in herbouw zijnde ruïnekerk. In onze omgeving moesten de maartse buien, die door felle opklaringen werden afgewisseld, plaatsmaken voor somber weer en langdurige regenval. Dit slechte weer nu moeten we wijten aan een storing die zich snel van IJsland via Schotland naar het Noordzeegebied heeft uitgebreid. In onze omgeving werden vanmiddag temperaturen tussen 6 en 8, over de Britse eilanden tussen 8 en 10 graden bereikt. Nog iets hoger werden ze boven Frankrijk, waar het vandaag zonnig weer was, dankzij een zich daar bevindend gebied van hoge luchtdruk. Inmiddels blijft de luchtdruk boven geheel West-Europa nog steeds verder dalen. Dit moeten we toeschrijven enerzijds aan het feit dat deze depressie zich verplaatst in de richting van de Duitse bocht en het Waddengebied. Anderzijds doordat een andere storing die zich nu ten westen van Ierland bevindt zijn invloed in oostwaartse richting ook naar West-Europa uitbreidt. In verband hiermee behoudt het weer zijn onbestendig karakter en luidt de verwachting voor het komende etmaal als volgt: een veranderlijke bewolking met tijdelijk enige regen of enkele buien. Een matige, aan de kust af en toe krachtige wind uit westelijke richtingen en dezelfde of iets hogere middagtemperaturen met maxima tussen 7 en 9 graden.